Het voordeel van kaal zijn is dat je niet naar de kapper hoeft. Toch gaat Society-kapper Laurens Mol op zondagmiddag 19 april op zoek naar de meest sexy kale man. Kaal is op het moment ontzettend cool, sexy en erg in de mode had. En die kale mannen die komen dus op een catwalk te staan? Nee, die komen hier op een rode loper te staan. En die, het zijn er ongeveer 25, allerlei soorten en maten, verschillende categorieën. En we hebben een deskundige jury van nogal wat bekende Nederlanders. En ze moeten eventjes op en neer paraderen en dan met mij even een tweegesprekje. Dat ik merk dat er meer in het kale hoofd schuilt dan misschien nou, mensen zouden denken. Dus het gaat niet alleen om het uiterlijk, het gaat ook om de uitstraling, het charisma en of je een beetje ad rem bent en wereldwijs. Heb je al veel aanmeldingen? Ja, we hebben veel aanmeldingen, maar we kunnen er nog best een paar gebruiken. Hoe kan dat? Ja, dat kan op nohair@laurens.nl of hier gewoon even naar de zaak komen op de Ginnekeweg 66. En kunnen ze dan ook nog wat winnen? Ja, ze kunnen heel veel leuke dingen. Iedereen krijgt sowieso een boek, De geschiedenis van mijn kaalheid. En iedere deelnemer krijgt een langharige cavia in zijn oorspronkelijke haarkleur. Maar de hoofdprijs is wel mooi, een flatscreen tv. En daarnaast hebben we heel veel total body shavers. Van allerlei dingen kun je winnen. Ja. Laurens, zou ik nou bijvoorbeeld ook mee kunnen doen? Ja, wat dacht je dan? Ja? De meest bekende kale Bredaanse man van Breda, die moet ook echt meedoen, ja. Zeker. Mag jij dan een moeilijke vraag aan mij stellen? Nou, niet te moeilijk bij jou natuurlijk. Een beetje simpel houden, hè? Ja, we houden het een beetje simpel aan. Don't worry. Ja. Maar ik zie je graag zondag, de 19e is het. Zie ik je graag verschijnen hier. Nou, zullen we het dan maar meteen afspreken? Ja, bij deze schrijf jij je in, helemaal top. Oké. Okay. Maar dan wil ik nog wel zeggen, het zou me eer te na zijn als ik alleen hele kale mannen zou laten zien. Er komt ook nog wel een showtje met waanzinnige, super vrouwelijke modellen met mooie make-up en mooie haren. Maar dat is verder allemaal nog geheim. En hoe dat in zijn werk gaat, dat kunnen jullie zondag de 19e komen bekijken. We zijn er. Goed zo.